Volgens mij is dat de reden. Ja, dat zou wel eens kunnen. Allee. Ja. Hey, en die daar, hè? Oh god, ja. Overduidelijk, hè? Oh, en dat zou er ook één kunnen zijn. Ja. Alhoewel. Ze heeft geen handtas. Ah, geen handtas, geen heks. Heks! 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 Hoe herken je nu een heks? Dat is de grote vraag natuurlijk. Er zijn een paar heel speciale dingen bij de heksen. Allee, althans bij die van Roald Dahl. Dat ga ik niet verklappen. Nee. Maar eigenlijk zijn ze heel moeilijk te herkennen. Ze zijn verschrikkelijk moeilijk te herkennen. En dat maakt het natuurlijk zo beangstigend. Want ze kunnen overal zitten. Iedere vrouw kan een heks wezen. Dus ja. Dat is wel heel bijzonder voor kinderen. Misschien was Roald Dahl wel een vrouwenhater. Dat denk ik niet. Ik denk dat hij het bijzonder spannend wou maken in het leven met dit verhaal. Als jij naar beneden komt, dan krijg je het meest opwindende cadeautje dat je ooit zag. Als je naar hier komt, dan krijg je... Hij is stammel. Wil je hem aan? Wat juist het leuke is aan zo'n, inderdaad zo'n project, is dat je inderdaad maar met beperkte middelen, met de drie acteurs het moet doen. Dus je moet wel je fantasie laten werken. En ik heb er toch een paar nachten, ik ga niet zeggen wakker van liggen, maar toch hoe dat allemaal te doen. Maar het is wel heel, ik vind dat wel heel leuk om te doen. Omdat je moet je echt je laten gaan, je terug kind worden, fantasie werken, dingen oplossen. Van hoe los je een massascène op als je maar drie acteurs hebt? Hoe los je op dat mensen muis worden en de verschillende verhoudingen daartussen? Dus daar moet je allemaal oplossingen voor vinden. Maar ik heb me, moet zeggen, bijzonder ermee geamuseerd. Gebakken. Worst gebraden, kip gerookte, zalm gegrilde, steek gestoomde, kreeft gerapste, kaas gekookte, ham gesmoorde, haas geroosterd, lam gestoofde, bief. Oh, raar meneer! Ik wil meer! Ik heb nog wel trek. Ik bestel nog een schip. Vooral duidelijkheid, het zijn jullie die onder vuur liggen van Wanda, hè? Ja. Wij worden gekweld, geteisd, wat is allemaal betoverd. Ja, betoverd, verschrompeld. Toegeroepen. Ja, vernederd. Vernederd. Gekleineerd. Oh, ja. Letterlijk. Ja. Ja. Misschien geef je nu al te veel weg, hè. Te veel, oké. Dus wij worden gewoon gekleineerd. We worden gepest door Wanda. Gepest. Maar eigenlijk zwaar ook gepest. Niet alleen op het podium, maar ook in de coulissen eigenlijk. Gewoon, ja, toch? Ja, achter de schermen ja, is het nog 10 keer erger dan op de... is verschrikkelijk. Ja. Dat is echt geen fijne collega. Oh, dat is niet waar. Met die kinderen, ja, dat kan. Heksen, help mij met mijn prachtig plan. Weg met die kinderen, maak er mooi zijn van. Een wereld zonder kinderen, daar kan ik weiter gaan. Ik vind het fantastisch om de opperheks te spelen. Dat is een droomrol. Te meer dat er een witte en een zwarte kant aan is. De opperheks is heel donker, maar ik ben ook de oma en die is heel warm. Dus dat compenseert dan weer een beetje. Ja. Ik kan heel lang staanjagend wezen en ik kan heel rustig alles terug op zijn plooitjes laten vallen. De twee kanten van Wanda Joosten? Een beetje wel, ja. Dat is inderdaad wel zo. Denk bij iedereen, hè. Er is een licht en een donker, hè. Een sol en sombra. Dus dat is inderdaad wat er heel duidelijk wordt gespeeld in dit verhaal. Zeg, kan er iemand van die statige fotomodellen mij zeggen wat hier aan de hand is? 10 seconden. Ik ben naar huis. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.